Woensdagavond 17 januari vond er vlak na 7 uur een schietpartij plaats in de Cornelis Springerstraat in Amsterdam. I heard gunshots, but I didn't know at the time those were gunshots. Until my friend also went outside, found out what happened, she came back and said that what we heard were actually gunshots. Eén man werd geraakt en is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft een tent geplaatst op de plaats waar het slachtoffer beschoten werd en deed onderzoek. Het slachtoffer is de 29-jarige Anas El Ayoudi uit Amsterdam. Hij was een bekende van politie en justitie. Vlak na de schietpartij is de mogelijke vluchtauto brandend aangetroffen in Duivendrecht. Of dit voertuig daadwerkelijk iets te maken heeft met de schietpartij wordt onderzocht.